De lokale partijen hebben wel flink gewonnen, hè? Nou ja, die hebben redelijk gewonnen. Het aandeel de lokale partijen is toegenomen. Dat is nu iets meer dan, meer dan 30 procent, als ik het wel heb. Daar kun je natuurlijk heel genuanceerd over denken. Want natuurlijk, je ziet wel eens van die vertegenwoordigers van de lokale partijen, dat je denkt, nou, eh, ik weet echt niet of de betrokkenen fatsoenlijk gealfabetiseerd nee. is. Ze hebben vaak een houten ja. been. Nou, een houten been, dat heb ik nou, kan ik me nou niet herinneren. Maar het zijn ook vaak issues ja, die heel erg lokaal zijn. De tegels liggen scheef en zo, dat soort van werk. Ja. Tegelijkertijd zijn het vaak heel effectieve partijen, omdat ze wel lokale gevoelens vertolken en vertalen naar de politiek. Dus in die zin. Zou ik het ook bepaald niet willen voordelen. Het, het is in allerlei opzichten is het een gunstige ontwikkeling. Maar ook dat heeft minder goede kanten. En natuurlijk, ja, die gemeentes die. Want we moeten nog even door, dat de overheid de gemeentes bepaald niet in het zonnetje gezet heeft. Uh, die gemeentes zijn natuurlijk geplaagd door een. Over... Kijk, de, onze overheid, daar hebben we het vaak over gehad, had in de afgelopen pak en beet 15, 20 jaar een kleine slagvaardige overheid. Dus daarvoor moet je zorgen dat je zo efficiënt mogelijk opereert. Het mag niet te veel geld kosten. Maar er zijn problemen, hele vervelende problemen: jeugdzorg. Die zijn niet zo makkelijk weg te organiseren. En bezuiniging, ook niet weet je wat we doen. Die doen we over aan de gemeente. Hartstikke handig. Ja, de overheid is van het gedonde af, de problemen gaan naar de gemeente, die weet ze ook niet op te lossen. En bovendien, met de verhuizing van het probleem naar de gemeentes, wordt er ook wel lekker bezuinigd. We snijden al gauw. 2, 300 miljoen uit de budget, dat is helemaal geen probleem. Denk aan de, WM, de WMO. Hè? En de jeugdzorg. Ja, de, en zo ding. de, wet, ja, in de jeugdzorg is daar volgens mij een onderdeel van. Wetmaatschappelijke ondersteuning. Ja, als je natuurlijk alle problemen over de schutting gooit bij. en zegt tegen de gemeente: hè, wij hebben er geen last meer van. Ja, dan krijg je dus ook dat de gemeente dingen moet oplossen. met minder geld. Uh, waarvoor ze vaak helemaal niet de competentie hebben. Dat, dat is natuurlijk een, een heel vervelend probleem. En dan komt er nog bij dat zodra er een belangrijke kwestie is, zij COVID, zij Oekraïense immigranten, nietwaar, dat plotseling niet de gemeente zit moeten regelen, Hè? die daar in principe misschien wel toegerust toe zijn, dat wordt de veiligheidsregio. Hè? Dat, dat iedereen tegenwoordig weet wie Bruls is. En hem onmiddellijk herkent, ja. dan komt dat die chef is van een veiligheidsregio, of ik geloof zelfs van alle veiligheidsregio's. Ja. En burgemeester van Nijmegen. En burgemeester van Nijmegen, op zijn veiligheidsregio op zichzelf, zal ik maar zeggen. Dat zijn allemaal dingen waardoor je zegt, maak het die gemeentes, als je ze dan zo bela als je ze belangrijk vindt, laat ze dan niet in de steek. Laat ze budgettechnisch niet in de steek en laat ze beleidsmatig niet in de steek. En dat is wat de overheid gedaan heeft. Gewoon uit lullige gemakzucht en bezuinigingsdrang. He. Dit is het eerste kabinet sinds mensenheugen is niet waar. Wat niet de hele dag zit te lullen over die bezuinigingen die zo ontzettend noodzakelijk zouden zijn. Dan moeten we moeten maar even afwachten of ze dat geld Ook op verstandige en goed controleerbare wijze gaan besteden. Want het... Het is al met al toch wel duidelijk dat dat op regeerakkoord een vrij rommelige boel was. Maar dus de gemeentes hebben het niet makkelijker gekregen. De gemeentes hebben het veel moeilijker. Er wordt meer van gemeentes verwacht voor minder geld. En dat is een hele betreurenswaardige ontwikkeling. Op het gebied van de wmo en de jeugd, jeugdzorg is natuurlijk nog veel te doen, maar ik heb ook het idee dat er wel maatwerk ontstaat, want iedere gemeente heeft daar een andere aanpak. Dus je zou kunnen bepalen ja, dat dat goed is. Ook wel een slechte aanpak, maar de jeugdzorg ja. is natuurlijk een etterende wonde, die, die niet van vandaag of gisteren is, maar nee. zo ver ik ben. Maar goed, erin, sommige, sommige is gemeentes het, is dat al decennia. Is dat dan een gigantisch ja. onoplosbaar probleem? Ook omdat er veel te veel instanties zijn. Ja, sommige gemeentes zeggen wij selecteren een aantal aanbieders en daar moet je uit kiezen. Hè, als, als hulpbehoevende en andere gemeentes laten het gewoon aan de markt. Dus iedere partij die denkt. Die ja, niet... ik zou het zelf zo van weinig mogelijk op dit punt aan de markt overlaten. Maar Alles wat we daarover geleerd hebben, blijkt eigenlijk dat de markt misbruik maakt van dit soort van situaties. We hebben dat het bij het persoonsgebonden budget gezien. Je ziet dat steeds opnieuw. De overheid heeft een aantal essentiële taken te vervullen in een fatsoenlijke samenleving. En die kan niet al die taken afstoten op grond van vragen, efficiëntie, overwegingen. Of op het feit dat ze zeggen: Weet je wat, we laten de gemeentes al die problemen opknappen. Nee, dat kan niet. Je kunt de gemeentes wel vragen het op te knappen. Maar niet nadat je nog eens lekker bezuinigd hebt. Hè? Dan kost het ook meer geld om dat te doen. Hij hou op met dat concentratiebeleid van die gemeentes. Dat is een ontzettend surf. Ja. er ligt nu weer een plan, hè, Om minder op de jeugdzorg te bezuinigen verder bij VNG. Ja, ik. ik... Ik zou zeggen, onderzoek dat nou eens eerst hoe dat in elkaar zit en waarom het zo ongelooflijk slecht werkt. Ja. Dan sprak ik een lokale politicus en die zegt: het is makkelijker om als raadslid, uh, potentieel raadslid, op een lokale lijst te komen dan op een landelijke lijst. En mensen hebben er ook vaak meer zin in, omdat bij het CDA, bijvoorbeeld als je dat wil, en je, je, je doet iets geks als lokaal raadslid, dan zit je meteen landelijk in de publiciteit. Ja, zeker. Ik denk wel dat dat zo is, natuurlijk. Ik denk dat de vlotste manier om in de gemeente te komen, is zelf een partij oprichten. Ja. Je kunt het je zo voorstellen. Uh, Utrecht nog dynamischer. Even kijken, wat is de afkorting daarvan? En, ja, dat is best lang. Utrecht nog dynamischer. UND, Utrecht ja. nog dynamischer. Ja. UND, ik zie het alleen maar voor mijn grote neonletters. En, hè. Wij pakken echt aan. Hè. <laughs> nu doorpakken. Een flink aanpakken. Hè. Keihard aanpakken. Keihard aanpakken. Ik was even, was ik opstelde, vergeten. Keiharden. Ik zag opstelde laatst weer in een interview, heb je gezien, helemaal gijs geworden, hè? Heb je dat gezien? Ja, dat komt omdat Ik heb haar ook keihard aangepakt. Dat ja. zal het wel zijn. A, en stoppen met keihard verven, denk ik. Ja. Hij was in één grijs. Oh. Ja, dat, 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 dat ruikt wel naar verven. Ja, dat lijkt me wel. Tussen zaakjes wil ik dat ook. Mensen houden toch op met uw haar te verven. Dat is een van de meest kinderachtige dingen die een mens kan doen. Ja. leu. geldt ook voor vrouwen, neemt u mij niet kwalijk. Ja. Maar goed, die politicus van de, was een CDA-politicus die zei: ja, wij, wij vinden het heel lastig om aansprekende types uit de, uit de gemeente te krijgen. Die gaan allemaal naar die lokale partij, want dat is het lekker makkelijk. Ja. Daar hebben we last van gehad nu, ja. zegt hij. Ja, maar dat ligt dan misschien toch ook wel een klein beetje aan die, aan die lokale vertegenwoordigingen van die landelijke partijen. Ik weet niet precies hoe dat selectieproces in zijn werk gaat, maar ja. Eh. Dat, dat moet je niet te moeilijk maken, lijkt mij. Nee, sowieso dat is natuurlijk nog een ander probleem. Bij mijn weten er zijn er ontzettend veel wethouders die tussentijds aftreden. Ik weet niet hoe hoog dat percentage ligt, maar ik heb het als gelezen en het is frappant hoog. Dus kennelijk is ook het, de bestuurlijke structuur van die gemeentes. Dat, dat, dat gaat niet geweldig, laat ik het zo zeggen. Hmm. Ja, en het CDA heeft sowieso klappen gehad. Ook de boeren lopen weg ja, bij de partij. Ja, die heeft, hebben honderden raadsleden hebben die in principe verloren. Maar hebben nog steeds, dacht ik, de meeste raadsleden. Waren dat veel, was dat toch de VVD? Ja, nee, die maar. ook trouwens uh, fors wat raadsleden heeft uh, verloren. Volgens mij hebben alle uh, grote partijen wel verloren. Uh, ja. SP heeft sowieso flink verloren. In OS niet de grootste. Hè? Ja. Dat is een aardverschuiving daar. Ja. Nou, de Partij van de Arbeid is een heel klein beetje gewonnen in Amsterdam, ja. als ik het wel heb. Maar dat kun je natuurlijk niet. Kun je niet langer een grote partij noemen? Dat nee. is het is het een Traditioneel grote partij. Maar heb je ploemen gezien? Want die, als je haar verkiezing... ja, die was in, die was in alle staten van, van vreugde. Omdat ze daar in Amsterdam de grootste waren geworden. Hey Pepijnjaars, goeie avond. <applause> Hoe is het met jullie? Hoe vond je die reactie? Nou, van een tikkeltje overtrokken. <laughs> ik zag ook door omstandigheden de reactie van de Utrechtse PvdA. Die hebben één zetel gewonnen. Nou ja, het, het leek net alsof ze de derde wereldoorlog gewonnen hadden. <laughs> <laughs> dat was ongelooflijk werkelijk. Dus ze denken ja. eindelijk, we bestaan nog. Ja, dat zal wel een rol spelen als je dan een beetje wint alleen. Maar je weet dat bij dit soort van uh, verkiezingen... weet iedereen wel enig of ander lullers moest je te bedenken waardoor hij gewonnen heeft. Het moet al heel slecht geweest zijn, wil je niet ergens een klein beetje hebben gewonnen. Je ziet trouwens wel, dat zag je ook in Amsterdam, dat een aansprekende eh, politieke leider, dat is die mevrouw Moerman, dat dat enorm effectief is.